Welkom bij Café Tinto. We gaan het vanmorgen hebben over discriminatie van Joden. Dat heet dus antisemitisme en dat groeit. We gaan het hebben over 60 jaar christelijke hogeschool. En het verhaal van een zakenman die heel succesvol was en God niet nodig dacht te hebben. Een dominante vader. Tegenwoordig is hij straatevangelist. Het verhaal van Kees. Welkom bij aflevering 471 van Café Tinto. Een bijzonder goedemorgen. Welkom bij Café Tinto. Een bakje koffie voor Kees, alsjeblieft. Ja. Kees, ik zei een dominante vader. En toen dacht ik, dat vind ik heel vervelend om over iemand te zeggen. Want over het algemeen, als je zegt je bent dominant, dan is het geen compliment, toch? Over het algemeen niet. Nee. Over het algemeen niet. Aan de andere kant is het zo dat het ook te maken heeft met leiding geven, leiding nemen. Vooral ook als andere mensen dat niet of minder doen of in zich hebben, ja, dan ben ik snel geneigd om dat voortouw te nemen. Ja, en dus als ik niet oppas, dan ben ik mijn presentatierol kwijt, Kees. Nou, zo erg is het niet meer, gelukkig. Nee. Ik ben er heel Had dat vroeger gekund? Ik ben er heel veel van kwijtgeraakt. Nou, ik heb die neiging wel, ja. Ik kan makkelijk praten. Ja. Dus dan gebeurt dit soort dingen. Ja. Maar je was een dominante vader. Ja. Kan dat overgaan? En zo ja? Niet zomaar. Het zijn karaktereigenschappen natuurlijk. Maar God heeft echt mijn hart veranderd. Ja. In de afgelopen jaren. Dat is wel een heel bijzonder gebeuren in mezelf. Wat ik dan ook merk. Wat anderen natuurlijk merken. Dat is belangrijker. Ja. Dat heeft me echt veranderd. Ja. Ja. Ja, dus dat kan. En straks horen we ook dat hij van snelle auto's houdt. Als hij 250 kan, dan doet hij dat ook. Dus dat is geen goede eigenschap. Nee, niet echt. Ik wil straks de details weten. De Christelijke Hogeschool bestaat 60 jaar. En hier aanwezig Peter Blokhuis en Paula. En jij bent student aan de hogeschool. Hoeveelste jaars ben je nu? Tweedejaars. Tweedejaars. Ja. En is het een beetje een goede school? Ik vind het een hele goede school. Ja. Ja. Vooral het contact met de docenten. Er is heel nabij contact met de docenten. Je kan zo een kamer binnenlopen en een docent maakt een praatje met je. Dus, ja. Een heel toegankelijke ja, school. Ja, zeker weten. Ja. Ja. 8 jaar lang de beste hogeschool van Nederland geweest. Nu op de tweede plaats. 60 jaar hogeschool. Peter Blokhuis is daar jarenlang betrokken geweest, de opleiding communicatie en journalistiek, was dat? Ik ben 10 jaar academiedirecteur geweest bij journalistiek en communicatie. Ja. Ja. En dat waren mooie jaren? Dat waren heel mooie jaren, mag ik wel zeggen. Ja, ja. Dat was in die eerste periode nadat de Evangelische Hogeschool, of de Evangelische, hoe heet het ook weer? Evangelische School, Evangelische voor, School journalistiek. Voor Journalistiek. Vanuit Amersfoort naar Ede kwam. Is naar Ede gekomen, ja. Nou, ik was niet de eerste directeur. Ik ben dat geworden in 2001. Oké. Okay. En toen waren ze al een paar jaar. Ja. Dat heeft u achter zich gelaten. En nog steeds betrokken bij de hogeschool? Ik ben nog steeds betrokken bij de hogeschool. Maar in beperkte mate. Ik ben nu voorzitter van de jubileumcommissie. De jubileumcommissie? Want er moet feest gevierd worden. Er moet feest gevierd worden. Maar daar wil ik gelijk een kanttekening bij maken. Want mensen denken bij feest vaak aan, je huurt een ruimte, je rijdt veel naar binnen waarvan mensen kunnen genieten. Het personeel en de studenten misschien komen en dan vieren we feest. Dat hebben wij niet zo willen doen. Wij hebben gezegd, als je een jubileum hebt, dan kijk je terug. Waarom zijn wij opgericht? Waarom zijn wij er nu? En kunnen we dat duidelijk maken in de samenleving? En dat betekent dat we hebben gezegd, jubileumviering, dat betekent openstellen voor de samenleving. Laten zien wie je bent. Dienstbaar opstellen. Je verhaal vertellen. Mensen uitnodigen. Nou, dat zit in dat programma. Ja, en daar zit onder andere Dien je stad als een markant punt in. Hè? Zeker. Wij hebben eigenlijk als commissie 3 lijnen willen onderscheiden. Je verhaal vertellen.
Wat was het? Waarom zijn wij er? De betekenis van de hogeschool. Een actielijn, je inzetten voor anderen. En een vieringslijn. Maar die vieringslijn betekent ook weer niet dat we gezellig bij elkaar gaan zitten. Er is een element van danken. De Heere God danken voor wie wij zijn. Mm-hmm. Maar ook met allerlei mensen in de samenleving vieren. Niet alleen. Dus dat is steeds het item geweest. Omdat natuurlijk, ik denk even aan de Randstad Holland, de gedachte zou kunnen postvatten. Oh, die club daar op de Veluwe, die hebben natuurlijk wel knus daar in zo'n beschermde omgeving. Ja, ja. Daar houden wij niet van. Nee, precies. Nou, straks meer details over het programma en een stukje geschiedenis van de Hogeschool in Ede. En jullie actie, jullie gaan geld inzamelen voor andere studenten. Ja, voor studenten in Oeganda, 6 studenten. Ja, ja. En dat voor Compassion. Ja, dat gaat via Compassion, klopt. Ja, leuk. Straks meer over de hogeschool en het feest dat gevierd gaat worden. Erik, we gaan het hebben over Israël en wat er allemaal speelt. Ja. Laten we één onderwerp bijpakken. Antisemitisme, het groeit in Nederland. Ja, klopt. En een behoorlijk hoog percentage in groei. Ja, dus, het CIDI houdt dat altijd bij, het Centrum Informatie en Documentatie Israël. En na jaren toch een kleine daling te zien, is er dit jaar een, dat is dan over 2013, zeg maar, is er 25% groei aan aantal incidenten ten opzichte van het jaar daarvoor. Dus dat is toch wel behoorlijk schrikbarend. Ja, ik begreep dat Twitter daar helaas een slechte bijdrage levert. Hè? Ja, je ziet dat die nieuwe media zeg maar een steeds grotere rol gaan spelen. En dat zie je dan ook terug in zo'n monitor. In het aantal incidenten die dan plaatsvinden via de moderne media. En mensen voelen zich daar ook wat anoniemer. En dan zie je ook dat ze zich wat eerder laten gaan in toch wel hele schokkende uitspraken. Ja, nou, straks praten we er verder over. Alle vier hartelijk welkom in deze aflevering van Café Tinto. Het nieuws dat je raakt. Er zijn altijd berichten die op een of andere manier iets met je doen. Veel trekt aan je voorbij en sommige berichten blijven haken. En net voor de uitzending zei Peter Blokhuis al, ik twijfelde tussen een paar berichten. Maar het ene bericht dat haakt en het andere bericht eigenlijk ook. Maar welke kies je dan? Welk bericht is het geworden? Het is geworden het bericht dat ik gisteren las in het Nederlands Dagblad, dat volgens een rapport van de Verenigde Naties er een klimaatoorlog op komst is. En dat trof mij, omdat ik al meteen in beeld kreeg, jongens, dat betekent vluchtelingenstromen. Sommige plekken worden steeds droger, minder kans op voldoende oogsten. Waar moeten die mensen heen? Als dat blijvend is, dan slaan ze op drift. Nou, dat betekent instabiliteit in landen, het betekent spanningen, het betekent druk op Europa. Nou, we weten nu al wat dat betekent. Hoe zullen we dan vrede met elkaar in de wereld bewaren? En hoe zullen we in staat zijn om de mensen die ontheemd raken weer een nieuw bestaan aan te reiken? En die klimaatoorlog, waar wordt die geduid? In welk gebied met name? Nou, ik heb uit het bericht begrepen dat men vermoedt dat in de landen waar het nu al vrij slecht is, dat het daar nog slechter wordt, nog droger. Terwijl het in onze streken wel zou lukken meer voedsel te verbouwen. Nou, dat betekent dat mensen meer de neiging gaan krijgen naar bepaalde gebieden te gaan. Ik kan het zo moeilijk kwalijk nemen, maar tegelijkertijd legt het een enorme druk op die landen, op die samenleving. En zullen wij in staat zijn om dan verder te denken en te kijken dan ons eigen belang? Dat is nu al een uitdaging. Ja. Ik denk dat die uitdaging toeneemt. En dat is voorzichtig uitgedrukt, geloof ik. Ja. Dat is een uitdaging. Is zulke klimaatvoorspellers houden natuurlijk slagen om de arm. Ja. Maar ik denk dat het wel een bericht oorlog is waar we echt, vooral de aanduiding klimaatoorlog, denk ik, dan zou het gepaard gaan met geweld. Dan gaat het ook gepaard met geweld. Maar dat zie je al in Zuid-Soedan. Ja, ja. En mensen hoe dichtbij, in verkeren. En hoe dichtbij wordt in dit bericht gesuggereerd dat dit zich aan gaat dienen? Dat wordt natuurlijk, dat is niet volgend jaar of over 2 jaar, maar ze zeggen, kijk, we hebben steeds meer voedsel nodig om een groeiende wereldbevolking te voeden. Ja. En als er in sommige streken minder mogelijkheden zijn om voedsel te verbouwen en in andere meer, dan moet dat tot volksverhuizing leiden. Ja, logisch. Ja.
Ja, dat, ik kan me voorstellen, dat is een bericht dat raak je. En zeker als je denkt aan je kinderen en kleinkinderen. Zover ben jij nog niet, hè, Paula? Nee. Over kinderen en kleinkinderen nadenken. Nee. Wat is het nieuws dat jou raakt? Nou, het was eigenlijk zo, ik ben student, ik heb geen krant. Maar ik zei gisteren tegen moeder en mam, ik moet een artikel hebben. Dus ik belde mijn moeder even op. En ik zei, ik moet een beetje maatschappelijk zijn. Een beetje in het kader, ik doe maatschappelijk werk en dienstverlening. Dus het moet wel een beetje daarbij aansluiten. En nou, toen hebben we even overleg gehad en toen kwamen we uit bij een artikel van afgelopen maandag. Dat stond in het ND over parelwijken. Nou, die parelwijken houden eigenlijk in dat het wijken zijn die in de jaren 80, 90, ja, die er niet heel goed voor stonden. Dus slechte woningen, veel mensen met lage inkomens, veel verloedering in de wijken. En wij zijn eigenlijk een traject zijn gestart doordat bewoners hebben gezegd, hey, we willen daar iets uithalen wat eigenlijk verborgen ligt. Dus de verborgen parels als het ware. Dus dan gaan we kijken naar, hey, wat kunnen we uit hun wijk nog halen. En nu zijn we ongeveer 20, 30 jaar later. En die wijken zijn opgeknapt. Er zijn mensen met middeninkomens gaan wonen. En er zijn nu pluktuinen, speeltuinen aangelegd. Hm. En wat moet ik me bij zo'n parel voorstellen? Nou, dat kan bijvoorbeeld, die parels zijn vooral de potentie, de krachten die buurtbewoners bundelen. En dat raakte mij zo, omdat dat vanuit maatschappelijk werk iets is, wat we eigenlijk ook steeds aan het doen zijn. Ja, steeds vanuit de kracht. Ja, denken. Precies. Ja. Ja. En in het kader ook van Welzijn Nieuwe Stijl, waar we nu veel mee bezig zijn, van hey, hoe kunnen we kijken, gaan we direct naar de mensen toe? Hoe kunnen we kijken naar wat we nog uit cliënten kunnen halen? Wat is het positieve wat ze kunnen inzetten? Trof mij dit wel heel erg. En dat is eigenlijk wat we ook in Oeganda gaan doen natuurlijk. Er zijn veel studenten die uit sloppenwijken komen, die eigenlijk geen kans hebben. Maar die doordat we geld aan hen geven en doordat we geven hen de mogelijkheid om iets te laten zien van dat verborgen talent wat ze Het stemt jou hoopvol. Dat je denkt, als je iets doet, kan het ook echt vrucht gaan afwerpen. Ja. 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 De parelwijken. Ja, precies. In welke plaats noemen ze een parelwijk? In welke stad? Nou, ze hebben het onder andere over Utrecht. Ja. Mirjam van der Kamp is een cultuursociologe. Die heeft daar ook onderzoek naar gedaan. En die is ook letterlijk die wijken ingegaan. In Utrecht, Den Haag en Nijmegen, geloof ik. En daar is ze echt de wijken. Er staat echt letterlijk van, ze stapt op de fiets en ging die wijken in. En dat trof mij wel. Dat ik denk van, hey, we gaan echt op de mensen af. Kijken naar wat de mensen nodig hebben. En niet van achter een kantoor, vanuit een kantoor of achter een bureau gaan we aan de slag, maar echt bij de mensen. Dus dat vond ik heel mooi. Ja, ja. Mooi. Erik, wat is jouw nieuws? Nou, ik zat in de auto hier naartoe en in het nieuwsprogramma ging het over dat ze een 3D-printer hebben gebruikt om een deel van de schedel te printen. En die is succesvol ook aangebracht, zeg maar, bij een mevrouw die... Ik vond die chirurg dat in, ik hoorde het ook, iets te gedetailleerd in mijn hoofd. Wat zei je? Ik vond het iets te gedetailleerd beschreven. Oké. En overwogen een andere zender op te zoeken. Ja, ja. En als je de beelden erbij zag, dan moet je dat wel tegen kunnen. Maar ja, mij boeide het wel bijzonder. Die mevrouw waar het om ging, die had zeg maar dat groeide door, zeg maar, de schedel. En hebben ze dan een gedeelte daarvan een kunststof schedel geplaatst. Vervangen. Dus ik vind dat wel heel bijzonder. Wat 3D-printers ook allemaal gaan betekenen voor de maatschappij. Ja, en de mevrouw werkt weer, hè? Ja, dat is echt bijzonder, want ze was blind doordat dat drukte op haar hersenen. En daardoor was ze ook blind geworden. Ze hebben dat gedeelte vervangen en ze kan gewoon weer zien en ze is alweer aan het werk. En denk van, wat voor een wereld van verschil maakt dat voor zo'n persoon? Fascinerend. Dat, wat je met mooi. Die 3D-printers kunt, hè? Ja. Ja. Dat wordt daarbij toegepast. Ja, kleine revolutie denk ik wel. Ja, zeker. En Kees, wat is jouw nieuws? Ik las vanmorgen een stukje over de tafel is te koop. De tafel? Welke tafel? De tafel. De tafel. Waar de afgelopen conferentie van de NSS aan heeft plaatsgevonden. Met 58 plaatsen. Ja. Die is te koop. En wiens woonkamer kan dat herbergen? Nou, dat weten we nog niet. Want je mag er een bod op doen. Het ministerie mag je bellen. Je krijgt niet de stoelen, want die waren geleend. Maar de tafel is te koop. En toen dacht ik van, de tafel is te koop. Nou, daar heeft natuurlijk Barack Obama aan gezeten. En Angela Merkel, premier Rutte. Nou, dat is mooi, hè, dat je dat dan die gedachte hebt, dat ze er aan gezeten hebben. Maar
Ik heb daar eens verder over nagedacht. Toen dacht ik van ja, wat is er nou eigenlijk gebeurd? Er zijn heel veel mensen bij elkaar geweest. Een van de belangrijkste landen die er had moeten zijn, dat was Rusland, die was er niet bij. Dat mocht dan niet. En dan denk ik van, ja, ik kan aan de ene kant begrijpen waarom Rusland dan uitgesloten wordt. Aan de andere kant is het een van de belangrijkste landen om mee te praten, juist mee te praten. Om dit in te teugelen. Dat is een van de grootste. Gevoelsmatig liggen daar ook grote risico's. Er liggen enorme risico's. Ja. En zeker zoals het dus nu gaat. Zoals het ook vanuit Rusland zelf en vanuit de media enorm wordt opgeklopt. Hè, dat ze zoveel kernwapens hebben dat als ze nu op Amerika schieten, dan verdwijnt heel Amerika onder 5 centimeter as, geloof ik. Zo, dat soort taal, gespierde taal wordt gesproken. Ja. En dan denk je van ja, dan ik stond stil bij die tafel en dacht ik van ja, daar is heel veel gesproken. Maar wat is er nou bereikt? Wat is er nou daadwerkelijk, wat gaat hier nu mee gebeuren? Ja, ik hoor dat je geen bod gaat doen. Nee, dat niet. Nee, want het fascineert je dan ook weer niet zo dat je zegt van ik wil die tafel hebben. Want het is een historisch moment geweest. Nee, absoluut niet. Nee. Nou, mocht er nieuws zijn dat u raakt, waar u blij van wordt, verdrietig of misschien boos, laat het ons weten. Stuur een mail naar cafetinto@family7.nl. We gaan praten over 60 jaar Hogeschool Ede. En ja, waar begon het eigenlijk 60 jaar geleden? Ik praat erover met Peter Blokhuis en Paolo Koopman. Paolo, veel geschiedenis zal ik met jou niet behandelen, maar dan ga ik toch maar naar Peter. De Hogeschool Ede, waar is het begonnen? Als we praten over 60 jaar CHE, dan hebben we het over het 60-jarig bestaan van de afdeling PABO van de hogeschool. In de CHE zijn een aantal onderwijsinstellingen samengekomen. De vroegere Sociale Academie, de Vijverberg, de Evangelische School voor de Journalistiek en de PABO Veluwa, die zich al heel lang in Ede bevindt. Wat ik zelf opmerkelijk vind, is dat die PABO 60 jaar geleden nog echt een product was van de zuilenmaatschappij. Er moest een gereformeerde PABO zijn op de Veluwe. Dat sprak vanzelf. Ja. Terwijl het oprichten van de Vijverberg en ook van de Evangelische School voor de Journalistiek heel duidelijk te maken had met een verschil in visie op de samenleving, op onderwijs. Ja, dus toen de mensen daarmee begonnen, vonden ze echt dat studenten die uit hun kring afkomstig waren, niet naar andere scholen konden. Het was natuurlijk de tijd van vrijheid, blijheid, verzet tegen autoriteit. Maar wat de mensen die toen begonnen zijn vooral bezig hield was, waar blijft de notie van dienstbaarheid? Want daar gaat het toch om. Waar blijft de notie van deskundigheid? Een docent is er om een student iets te leren. En als ieder maar wat in mag brengen, gaat dat verloren. Ja, dat was wel de trend op dat moment. Dat was de trend toen. Ja. Dus de CHE, vooral de Evangelische School voor de Journalistiek en de Vijverberg zijn opgericht vanuit het idee van wij zijn er om de samenleving te dienen. En dat komen we te weinig tegen in de bestaande onderwijsinstellingen waar emancipatie en verzet tegen autoriteit voorop stonden. Dus als wij praten over 60 jaar CHE, dan hebben we het ook over de vraag, maar waar staan deze drie of vier instellingen uit het verleden nu op dit moment met elkaar voor? De situatie is veranderd. Waarom hebben wij nog bestaansrecht? Wat betekent het dat je in deze tijd een christelijke hogeschool bent? Ja, wat voeg je nog toe? Wat voeg je toe en vooral, waarom ben je er? Nou, en dat hebben wij genoemd het verhaal van de CHE. Wat was het? Wat hield de oprichters bezig? En wat is het nu? En vooral, waarom denken wij er in de toekomst te moeten zijn? Een moment van reflectie? Het is dus inderdaad een moment van reflectie, maar ook van vertellen. Dus op allerlei manieren willen wij ook het verhaal van de CHE vertellen. Als je kijkt op onze website, dan kun je daar een pagina jubileumviering aantreffen. En daar staat dan een verhaal in waarin gewoon de feiten worden opgesomd. Mm-hmm. Er staat een verhaal in over de diepste motivatie.
En er staat een filmpje op waarin mensen van het verleden vertellen waarom zij er ooit aan begonnen en waarom ze denken dat die school nog steeds bestaansrecht heeft. Wat ik bijzonder vind is dat verschillende bloedgroepen uit kerkelijk Nederland zich in harmonie hebben verenigd. Een evangelische stroming, een gericht met vrijgemaakte stroming, ze zijn bij elkaar gekomen. Dus één, of ben ik iets te optimistisch als ik dat zo schets? Je zou kunnen zeggen dat de CHE nooit een kerkelijke cultuur heeft gekend. Het heeft een christelijke cultuur waarin mensen van heel verschillende kerkelijke achtergrond elkaar ontmoeten. En men denkt wel, het is moeilijk om voor een christen om niet-christen te ontmoeten. Maar het is net zo moeilijk voor iemand van de gereformeerde gemeente om iemand van een pinkstergemeente tegen te komen. Ja. Die mensen begrijpen elkaar soms ook helemaal niet. Nee. En ja. dat is dus altijd wel een spannend avontuur in de CAE geweest. Wij willen ook ruimte hebben voor gebed. Voor aandacht voor wat er in de Bijbel staat. Maar hoe doe je dat met elkaar als je zulke verschillende achtergronden hebt? Evangelische mensen gaan makkelijk staan en bidden en heffen hun handen op. Nou, dat is in andere kring not done. Bijna oneerbiedig. Ja. Hoe heb je dan toch de mogelijkheid om met elkaar het idee van gemeenschap te krijgen? En hoe is dat ontstaan? Want ik heb de indruk dat als ik de CAE proef, Paula weet het misschien als student, dat er toch een enorme harmonie heerst. Dat mogen zo lijken, maar het is onder de oppervlakte is er een enorme dynamiek. En als wij daarover niet voortdurend met elkaar in gesprek zijn, dan gaat het verloren. Want als we denken, ach, we zijn allemaal christenen en dat gaat wel goed natuurlijk, dan verdwijnt dat. Ja. Je moet je motivatie voortdurend uitdragen en bespreken met elkaar. Ja. En dan zie je de verschillen, maar doordat je het steeds toch over hetzelfde hebt, dezelfde Heer, dezelfde Bijbel, hou je elkaar vast. En daarom vind ik de CHE zo spannend, omdat die dynamiek er steeds is. Leuk spannend. Ja. Ja, want spannend zou ook negatief kunnen zijn, maar in deze is dat een positieve spanning. Paula, jij bent student op de Christelijke Hogeschool. Merk je iets van die leuke spanning die net werd geschetst? Nou, ik herken het inderdaad in die zin wel. Er zitten natuurlijk van verschillende kerkelijke achtergronden komende studenten. En je hebt in je klas mensen zitten die uit een vrij evangelische gemeente komen. Mensen die uit een hele behouden gemeente komen. En er zitten ook niet-christenen op. Ik denk dat was voor mij in ieder geval toen ik op school kwam ook wel iets van, hey, er zijn best wel veel studenten ook die helemaal geen kerkelijke achtergrond hebben. Maar er wel heen komen. En daarin vind ik dan ook een taak voor mij liggen als christen. Dus je merkt ook wel iets van die spanning onder. Maar ik vind het ook wel heel, het is ook wel iets interessants natuurlijk. Wat je, ja. Ja. Ach, het hoort bij het leven. Toch? Je komt niet op straat alleen maar mensen tegen die hetzelfde denken. Nee, precies. Ja, je wordt er zelf scherper van. Ja. Ja, ja. 60 jaar Christelijke Hogeschool. Hoe ga je dat vieren? Daar hebben jullie uitgebreid over gedacht. Ja. En er is een heel traject dat eigenlijk 23 april begint met een eerste moment? Nou, we hebben tegen onszelf gezegd, wij vieren van 1 januari tot 31 december. Ja. Dat is een beetje overtrokken natuurlijk. Maar we zijn wel begonnen met een startschot aan het begin. En met de studenten hebben we dan het startschot gelost begin februari. Waarbij we gezegd hebben, we beginnen met de actie naar buiten. En dat betekent inzet voor je stad, inzet voor Ede, waarbij studenten en docenten zich beschikbaar stellen voor projecten van de organisatie Dien Je Stad. En inzet voor studenten die het moeilijker hebben. En dat doen we via de organisatie Compassion, waar het met name zij zich voor inzet. Ja. Paula, die actie, sponsorloop voor Compassion. Studenten lopen voor studenten. Vertel, hoe zit dat in elkaar? Nou, we gaan als CAE, is de bedoeling om studenten te gaan sponsoren in Oeganda. En daarvoor hebben we een aantal vooral sportieve acties die we aan het opzetten zijn op de CAE. Eén daarvan is inderdaad een sponsorloop, die heet de Crazy Tom. Dan kan je op allemaal verschillende gekke manieren kan je rondom de school gaan lopen, rennen, wat jij maar wil. Ik begreep dat kan in met rolschaatsen, zaklopen enzovoort. Ja, alles kan.
Hoe gekker, hoe beter. Ja, precies. Ja. En dat is vooral, we gaan ongeveer met 6 studenten naar Oeganda toe. En er zijn 2 studenten binnen de groep die zich daar vooral mee bezighouden. Ik hou me vooral bezig met de spinningmarathon die we gaan organiseren. Die zal plaatsvinden op 4 juni. De bedoeling is dat daar van elke academie 40 studenten zijn die een uur gaan spinnen. En er komt ook nog een actie en dat is een nachtvolleybaltoernooi van 13 op 14 juni. Ja. En, maar dat, zal ook wel, dat zullen we ook wel wat meer op landelijk niveau gaan doen. Omdat we niet alles bij studenten vandaan kunnen halen. Ja, ja. Dat steunt het te veel op de studenten. Ja. Ja. Hebben jullie een doel wat je wil bereiken? Een opbrengst, een score? Ja, nou, we gaan 6 studenten in Oeganda sponsoren. En elke student staat voor €10.000 om daar een studie te kunnen volgen. Dus dat is in totaal €60.000. Dat is een hele klus. Dus daar gaan we ons... helemaal voor inzetten natuurlijk, want dat zou super mooi zijn. Maar dat wil je dus gedurende die verschillende loopacties bij elkaar krijgen. Ja. Oké. Ja. En dan zijn zij dus gegarandeerd van studie met die €10.000 kunnen zij dus een opleiding afmaken. Ja. Ja, het Leadership Development Program heet het. Ja. En wat ze daar leren is eigenlijk hoe kunnen we leiders zijn in ons land, ook vanuit een christelijke achtergrond. Ja, dus dat vind ik ook het mooie aan het programma. Van, ze kijken niet alleen naar hoe kunnen we leiders hier worden, maar ze nemen het eigenlijk ook, kijken ze naar de leider boven. Van hey, hoe kunnen we ons daarin bewegen in het land, maar kunnen we wel verschil maken in het land. Een land wat ook veel potentie heeft. Dus, ja, dus dat is ontzettend tof om daar als je student in Nederland, om medestudenten in een duizenden kilometers verderop te kunnen ondersteunen daarin. Ja. Gaan jullie zelf nog naar Oeganda? Klopt, ja. In mei gaan we mee met Compassion naar Oeganda. We gaan daar onder andere sloppenwijken bezoeken, sportprojecten opzetten. En een onderdeel is ook het rennen van de marathon. Mm-hmm. En van de studenten zijn er 3 die er echt gaan daadwerkelijk ook de halve of de hele marathon gaan rennen. Ja. Zo. Ja. Dan moet je wel wat trainen, hè? Ja, het kost veel tijd. Het kost veel tijd, ja. Ja. Gaat dat van de studietijd af? Ja, wel een beetje. Wel een beetje, een zorgpunt. Nou ja, 8 jaar lang de beste hogeschool. Stel je voor dat je naar de 2e of de 3e plaats gaat volgend jaar. Vanwege het jubileum. Kan dat, Peter? Nee, dat kan volgens mij nou net helemaal niet. Want dat die plaats op de lijst is vooral afhankelijk van de oordelen van studenten. En ik denk dat kwaliteit zoals door studenten beleefd in belangrijke mate wordt bepaald door het klimaat, de cultuur, de benaderbaarheid. Kijk, of die docenten topklasse zijn, dat kunnen die studenten niet beoordelen. Maar of ze zich voor hem willen inzetten, benaderbaar zijn, een stapje extra willen zetten, dat merken ze wel. Ja. Is dat het kenmerk van de hogeschool in Ede? Ik denk dat dienstbaar zijn? Ik denk dat dienstbaarheid inderdaad een belangrijk kenmerk is van de cultuur van de hogeschool. Er is ook wel eens zorg uitgesproken over het te hoge arbeidsethos van de docenten. Ja. Wat een zelfvernietigend effect kan hebben. Ja. Maar als je het met je hele hart doet, dan kom je een heel eind, toch? Ja, ik denk dat dat... Nou, ik wil niets afdoen van de motivatie van collega's van andere hogescholen. Er zijn overal collega's die veel hart hebben voor studenten. Maar ik denk in algemene zin is het wel kenmerkend voor de CHE als geheel. Ook door de omvang natuurlijk, is het niet zo groot. Dat docenten zich enorm betrokken voelen bij de studenten en bij het instituut. Dat is absoluut bijzonder aan de Hogeschool in Ede. Ja. Tot slot, wat zijn jullie gebedspunten voor de kijkers? Peter. Ik vind het uitermate belangrijk dat, dat christenen vooral in instabiele situaties vredestichters zijn. Ik denk aan de Centraal-Afrikaanse Republiek bijvoorbeeld. Ja. Daar zijn moslimstrijdgroepen, maar er zijn in reactie erop ook weer christenstrijdgroepen ontstaan. Dat heeft een vernietigend effect op dat hele land. Moskeeën, kerken, ze worden verwoest. Mensen gaan op de vlucht. En zullen christenen daar nou in staat zijn om de haat te overstijgen en vredestichters te zijn? Dat zou ook een enorm getuigenis vinden. Dat christenen vredestichters zijn. Dank. En Paula, wat is jouw gebedspunt?
nou, dat is natuurlijk ook een stukje voor de studenten in Oeganda. Dat ze daar ook toegerust mogen worden, zodat het land ook de potentie, iets met de potentie kan doen die het in zich heeft. Ja, ja, mooi. Ja. Effect voor het land. Ik heb het genoteerd. Dank beiden voor dit gesprek. En de gebedspunten, ik zet ze op een rij straks tegen 11 uur aan het eind van dit programma. We gaan eruit voor de reclame. Tot zo.